fosse divisa quello che metteva in ginnasi dentro la divisa della corte della Torella, in anticipo di stare il suo nome, e quando Sessenza Stricanse, il Ritter, il Ressens di Rote, e per il Ritter, il Ritter, il Ritter, il Ritter, il Ritter, van 1 minuut en 12 voor Dana Ruslappa en Steffi van den Alba. De achterstand 1 minuut en 10 seconden op 4 ronden van het einde. Dus op 4 ronden te gaan. En de verschil van 1 minuut en 10 seconden. Af en vooraan, Steffi van den Alpen, daarna Roslappa. Voilà jongens, nog 3 ronden moeten we afwerken. Dan gaan we even in de stand van Steffi van den Alpen.
Topsport Vlaanderen wint hier vandaag de aangeduurs proficiat voor Steffi van Vlaanderen. Ik denk dat ik je mag een applaus geven voor de nummer 2, de provinciale kampioenen van Vlaanderen. Deze gaat op zijn zone op zoek naar de derde plaats. Mochten dan dat we het podium hebben, het kampioenschap hebben, dan mogen we spreken over de medaille, de bronzen medaille. Nu moeten we dan spreekwoordelijk dat houden. En voor de derde plaats, we geven ze ook nog een warm applaus mee, die dan ook vandaag derde is geworden. Het is dan Dalton, die dan derde is geworden. We gaan kijken voor de vierde plaats. Goed, sporten voor de top en ereplaats voor Kaat van der Meulen. De bloemen dankzij het Gaanse Poessense Horses. Steffi, proficiat. Dankjewel. Je bent gelukkig, je bent ongelukkig. Ja, eindelijk, die overwinning. Lang geduurd? Ja, toch wel. Heel veel ereplaatsen. Altijd tweede. En niet gelukt. Je hebt een beetje slim gespeeld, hè? Ja, ik was heel sterk. Ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk over te pakken. En dan een sprint afgelopen. Uiteindelijk toch een Belgische Vlaamse overwinning, want het was een tijdje geleden al met die regionale wedstrijden. De buitenlandse inbreng kan soms groot zijn. Je moet er steeds tegen aanvechten, hè? Ja, er waren heel veel buitenlanders vandaag. En ik wist al voorhand dat het een harde koers ging worden, want die wil altijd koersen. En half koers kreeg ik mijn kans. En ik kreeg daarna mee, dus ideaal. Op zeker moment goede gang maken, want ze is ook provinciaal kampioen tijdrijden van Oost-Vlaanderen. Ze is een buitenlandse, maar mocht dit jaar meedoen omdat ze dan ook deel uitmaakt van Keukense Bredant Cycling Team. Goeie hangmaker, met een goede verstandhouding. Het was op dit ogenblik al 1 minuut 40 al. Ja, ik was verschoten dat we direct een minuut hadden. Ik dacht, ja, dat is alles of niks. Dat was alles. Eerste overwinning dan? Ja. Hoeveel moet er nog bij komen? Zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk. Morgen al, sinds Maria Lierke? Ja, ik ga nog morgen en overmorgen rijden. En ik wil ook graag al mijn supporters bedanken. Je bent daar volgens van? Nieuwerkerken. We zijn in de buurt en geen wat supporters meegekomen. Waar zitten de supporters van Steffi van den Aalten? Hey! Ook het grotere werk komt eraan. De Ronde Gentse Pijl, Ronde van België, Lotto België Tour. Is dat allemaal voor Steffi van den Aalten? Ronde Gent is al zeker. Daar wil ik mij nog eens tonen voor eigen volk. En dan de grote rondetjes in augustus en september is nog een beetje afwachten. Heeft u al de slotte etappe van de Ronde van België? Ja, die heb ik in Haalten. De Gerardsbergen. Ook. Ja. Gerardsbergen, dus de dag voor u is het Haalten. De muur en kapel nu staat op het programma. Ja, dat is echt iets voor mij. Goed, Steffi van den Aalten. Ze heeft de stad gesproken. Dara, de provinciale kampioen van ons Vlaanderen tijdrijder, wordt ook gevraagd om een trofee op ons te nemen. Trofee voor de tweede plaats. Goed zo, dames en heren. Wij bedanken ook Dirk de Roek, dat is dan schepen van Sociale Zaken, voorzitter OCLW. Dirk de Roek, ook dank u wel voor uw aanwezigheid. Wij bedanken ook de mensen van de pers, de geschreven en de gesproken.